Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sporten in de Klas. Mijn naam is meester Jochem en we gaan het vandaag hebben over vriendjes maken. En jullie zagen hem al voorbij komen in het voorfilmpje. De gast die vandaag, ja, de gast is bij Sporten in de Klas. Zijn naam is Tjuwendi Martina. En velen zullen hem kennen van zijn altijd positieve, ja, eigenlijk kijk op de wereld, op zijn sport, op zijn prestaties. En soms ook heel nuchter van ja, het is zoals het is. En vooral ook dat hij altijd vrolijk is en positief. Ja, en wat is er mooier als dat je nieuwe vriendjes om je heen wil krijgen. Dat je daar positief mee bent. Want ja, blijheid om je heen, dat wil je graag hebben. En het mooie is, ik zie hem natuurlijk al hier in beeld. En ik zie hem al lachen. Laat hem erbij halen. Tjuwendi, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Jij moest lachen toen ik zei blijheid vriendjes maken. Ja. Is mooi om vriendjes te hebben. En goede mensen rondom je. Dus dat is lekker. Ja. Wil jij jezelf even voorstellen aan de leerlingen? Ja, mijn naam is Tjuwendi Martina. Ik ben, ik doe atletiek. Professionele atleet. Ik heb 5 Olympische Spelen gedaan. Ik heb een paar Europese kampioenschappen gedaan. Ben in Curaçao geboren. Die wedstrijd die jullie net zagen in die beelden, ja. Dat was in Amsterdam, 100 meter. Ja. Ik heb die medaille. Kijk! Ja, oh gaaf! Ja. En achter mijn naam en die tijd dat cool. Ik heb gelopen en alles. Dus, ja, wat leuk dat hij ook op naam is gemaakt. Ja, cool. Echt leuk. Ja. Dus ja, dat ben ik. Ja. Hey, betekent die medaille, die heb jij in het Olympisch Stadion in Amsterdam gewonnen, Europees titel. Is die daardoor nog extra mooi omdat die in Nederland is gewonnen? Zeker. Het is extra mooi. En het hele campagne een beetje ervoor ook, dat moest ik doen, 100 kaarten aan mensen geven. En ik moest zeggen dat om hun mee te komen kijken, kampioen worden die dag. En ja, ik heb het ook gedaan. Dus het is extra mooi. Ja. Hey, en we hebben gekozen deze week voor het thema vriendjes maken. Ik moest toen aan jou denken, omdat ik jou altijd heel positief en vrolijk vind. Maar hoe gebruik jij dat? Jij bent atleet, jij reist de wereld over. Als jij in andere omgevingen komt en jij maar wil vrienden maken, hoe doe jij dat? En wat kan je aan de leerlingen daarvan vertellen? Ja, het is, ik denk als je ergens komt en je ziet iemand anders doen iets dat je van houdt. Bijvoorbeeld je ziet iemand anders een boek lezen of zo. En ja, dan kan je bij die persoon gaan netjes hallo zeggen, mag ik even storen of zo. Welke boek lees je? Want ik hou ook van boeken lezen. En dan zo kan je een vriend maken, zo kan je een conversatie maken en een goede vriend voor leefde maken. Ja, nou, eigenlijk zeg je zoekt dus eigenlijk verbinding op iets wat je ook leuk vindt. Bijvoorbeeld dat lezen. Ja, bijvoorbeeld dat lezen of iets anders dat een andere kind doet. Misschien een voetbal, dan ga je samen voetballen, want jij houdt ook van voetbal. Dus het maakt niet uit dat je iets leuks ziet dat iemand anders doet, dat jij van ook houdt. Dan kan je die persoon vragen of je ook mee gaat doen of voor haar vertellen dat jij ook van dat houdt. Ja. En zo kan je doorgaan. Ja, nou, dit is wel leuk, want de eerste vraag die al binnenkomt en die haakt hier heel goed op aan. Dit is van de talentgroep 5-6. Heb jij nog vriendjes van de lagere school? Ja, zeker. Ik heb nog vriendjes van lagere school. Vanaf klein al noemen ze me Bibi. Dus ik heb nog die naam ook. Bibi? Vanaf lagere school. Dus ja, ik heb nog vrienden van lagere school, ja. En waar heb jij je lagere school gevolgd? In Curaçao. Ik heb in Curaçao gedaan. Santa Rosa de Lima. En dan ben ik wel, waar komt de naam Bibi vandaan? Ja, want ja, vanaf klein loop ik al heel hard. En dat is die roadrunner, Bibi. Ja. Oh, Bibi, ja. Ja. Dat is miep, miep, miep. Ja. Ja. Ja, grappig. Ja. Ja, ik weet niet of de leerlingen dat nog tegenwoordig kennen, roadrunner. Maar dat is... Ja, dat is waar. Op YouTube nog wel te vinden, wat dat betreft. Ja. Hey, wat zijn de laatste vrienden die jij hebt gemaakt onlangs?
Zo. Ja, het is, ja, ik heb veel vrienden gemaakt laatst. Het is meer, laat me kijken. Ik golf. En dan ja, op de golfbaan. Ja, golf je met andere mensen. Of, ja. of je komt andere mensen tegen. En zo ga je in gesprek met hun. En dan ga je een keertje mee golfen. En dan ja, nu heb ik een groepje van zo'n 9, 10 jongens dat we samen golven. Bijna elke week een paar keer in de week, dus ja. Dat zijn je golfvrienden geworden. Ja, mijn golfvrienden, ja. Ah, ah, leuk. Hey, en als je nu gaat kijken van qua vrienden, in hoeverre dragen de vrienden bij jou ook weer bij aan jouw sport? Ja, ze dragen sowieso ook heel veel aan mijn sport, want bijvoorbeeld die laatste vrienden dat ik heb, die een paar golven heel goed ook. Ja. En ik wil ook goed worden. Ja. En dan leer je van hun wat je beter moet doen. Ook dat je bijvoorbeeld voordat je die bal gaat slaan, dat je positief moet denken. Dat je positief moet denken qua, ik ga nu achter de bal staan en ik sla het goed. Je visualiseert wat je gaat doen. Ja. En je visualiseert het goed. Want als je gaat denken, ah, misschien sla ik het niet goed. En dan, ja, je doet precies dat. Ja. Ja. Dus, en ook in je lopen dan, wanneer je achter die startblok staat om te gaan starten, visualiseer je wedstrijd goed in je hoofd en dan doe je het ook goed. Ja, dat is mooi wat je zegt. Eigenlijk visualiseer je je beeldje in wat je gaat doen op een goede manier en dan lukt het ook. Dan lukt het ook, ja. En dat kan je dus ook weer van je golfvrienden leren, dat is leuk. Dat ja. Wat leren ze van jou? Voor mij, ja, gewoon positief blijven. Als je die bal niet goed raakt, die volgende is belangrijk. Die ene is al gebeurd. Je kan niks eraan doen. Heel goed. Nou, ik zal zeggen, er komen er best wel wat vragen binnen. Groep 5A van Arestijn, die vraagt, hoe kun je zo hard rennen? Want je was als kind al heel snel, maar hoe kan je zo hard rennen? Ja, kijk, het is veel trainen sowieso. Ik was een beetje snel vanaf kind, maar ja, dan moet je veel trainen. Die technieken goed doen, goed trainen. En dan ja, aan de hand van jaren word je sneller, sneller en sneller, ja. Ja, nou, duidelijk. Hard werken, maar je wordt dan steeds beter. Groep 5B van Arestijn, die vraagt, Tjuwendy, je vertelt dat je altijd vrolijk en positief bent. Maar wat doe jij als het even tegen zit? Dat vind ik wel een hele goede vraag, want ik denk dat wij zien jou ook zo en je bent echt ook altijd positief, maar ook jij hebt wel eens dingen die tegenvallen. Maar hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk Dat is een heel goede vraag, want ja, leven is ups en downs. Het is niet altijd ups. Dus soms gebeuren dingen dat ik altijd zeg, het is om je sterker te maken, om je iets te leren. En dan moet je het iets dat je moet van leren, ook leren. En als het iets fout ging of zo, kijken waarom het fout ging, zodat je het niet meer doet. En dan vooruit gaan, naar voren kijken, positief naar voren kijken, dat je het beter gaat maken, dat je het beter gaat doen en dat het niet meer gaat gebeuren. Dus zo zie ik het. Ja, nou ja, dat, dus leren van eigenlijk als het een keer minder is. En ja, wat jij ook zegt, het gaat niet alleen maar omhoog, het gaat af en toe ook even naar beneden, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij, ja. Ja, helder. De talentgroep 5-6 die vraagt, wat is jouw gouden tip om vriendjes te maken? Gouden tip. Ik denk altijd aan respect tonen aan elkaar. Dat is heel belangrijk. Dus ook als je een vriend gaat maken, altijd beleefd zijn. Altijd, hallo, hoe gaat het? En dus ja, u gebruiken, meneer of je vrouw. En dan je introduceren. Dan hoor je de naam van de persoon. Dan kan je die naam gebruiken. Dus altijd respect tonen, dan krijg je het ook. En beleefd zijn. Respect en beleefd zijn, dat is volgens mij een hele goede algemene tip, maar zeker als je vrienden wil maken in dat opzicht. Jij bent atleet, jij bent hardloper. Wij proberen altijd bij Sporter in de Klas de leerlingen even in beweging te krijgen. Zou jij mij daarbij kunnen helpen, Tjuwendy? Oh ja, dit is een beetje onhandig, maar we gaan proberen iets te doen. Dat doe ik mee, dat doe ik even mee. Kijk, we gaan een beetje staan en daarna gaan we onze handen hier zetten. Ja. En dan gaan we
proberen onze voeten naar onze handen te brengen. En dan zo een beetje lopen, dus lopen. Ja, kijk. Heel goed. Ik krijg altijd neiging om in elkaar te kruipen, maar dat is omdat ik oud schaatser ben. Oh ja. Je moet je wel lang maken. Je moet je wel lang maken, ja. Oh, ik krijg hem meteen warm, joh. Heerlijk, heerlijk. Ja, meteen. Nou, dus dan hebben we in ieder geval weer even wat gedaan. Dan stroomt het bloed weer door ons hoofd heen. Dat is, Ja, zeker, zeker. Hey, wat is voor jou, we gingen nu even hardlopen. Wat is voor jou het allerbelangrijkste bij het sprinten, bij het echt hardlopen? Wat is voor jou, waarvan je zegt, ja, daar moet ik echt, dat is het allerbelangrijkste deel van wat ik moet doen bij het sprinten? Relaxed blijven, relaxed. Niet gaan tensen, dus ik moet gaan. Nee, je moet relaxed blijven. Juist dan ga je sneller. Ja, gek is dat, hè? Heel gek. Heel als je heel hard wil, dat je eigenlijk minder hard gaat. Ja. Dat is, Tess die vraagt, en dat is eigenlijk over je positivisme, maar waarschijnlijk ook van, hoe vaak vertel je hierover op tv? Altijd dat ik op tv zit en ze me vragen, dan leg ik het uit, dan zeg ik het. En veel mensen weten het, en ja, dus altijd dat ik op televisie zit. Ja, nou, de Arnhorst uit Velp, die vraagt ook van, hoe kan je altijd zo positief zijn? Kijk, het is leven, dus elke dag krijg je een kans om iets te doen, om bijvoorbeeld naar school te komen, met je leraren lessen te leren en leuke dingen te doen. Dus is die dingen nemen, want ja, er zijn kinderen ook die bijvoorbeeld thuis zitten, ziek, ze kunnen niet naar school gaan of ze kunnen niks doen. Dus wij die het wel kunnen doen, moeten genieten ervan en positief zijn en alles nemen van het leven. Dus zo doe ik het, elke dag, zo zie ik het. Ja, ik vind dat een heel mooi inzicht, omdat wij zijn natuurlijk best wel vaak altijd dat we, het moet heel goed, het moet beter. En als het niet goed is, dan zijn we teleurgesteld. Maar jij zegt dan eigenlijk van, joh, het is nu en ja, doe het zo goed als je gaat. En dat is voor de, ja, in het hier en nu, zoals we het in de sport ook zeggen. Genieten, altijd geniet ervan. Altijd, ja. Alles wat je doet, geniet ervan. Talentgroep 5-6, die vraagt, waarom wilde jij topsporter worden? Ik deed altijd sport toen ik klein was. Dus ik deed voetbal, baseball. Ik was in volleybalteam. En toevallig via school ging ik die looponderdelen doen. En ik deed ze heel goed. En dan hebben ze me gevraagd om te gaan atletiek te doen. En dan toentertijd had ik Olympische Spelen gezien en dan dacht ik, ik wil daar naar Olympische Spelen ook gaan en zo goed lopen als die mensen. En ja, dan heb ik mijn droom gezet, dat was het doel gezet en dan eraan gewerkt. Heel goed, dat is leuk. De groep 8 van de prinses Beatrix die vraagt, wat is het hardste dat je ooit hebt gerend? Het hardste dat ik ooit had gerend was in, ik ging naar school in Amerika, universiteit. Ja. En daar had ik 9.77 gelopen. Het was wel met een beetje te veel rugwind, maar ik heb toentertijd die 100 meter heel hard gelopen die dag. Want het was toen bijna een wereldrecord, of niet? Het was bijna een wereldrecord, ja. Alleen 6 meter wind of zo. Ja, 6,1 meter wind. Ja, inderdaad. Dus dan word je te hard weggeblazen door de wind. Dat mag dan ja, niet. Ja, zo boos helpt het. Dus dan telt de tijd niet als officieel, maar ja, het staat wel achter mijn naam. Ja, precies. En wat is de maximale rugwind die je mag hebben in de officiële kampioenschap? 2.0. Ja. Kijk. Ed die vraagt, is Usain Bolt ook een vriend van u? Ja, ik ken Usain Bolt vanaf 2003 hadden we onze eerste wedstrijd gelopen, dus dan aan de jaren hebben we veel met elkaar gelopen, dus ik ken hem heel goed. Ja. Hij was afgelopen week in Nederland, hè?
Ja, hij was afgelopen week. Heb je hem gezien ook toevallig? Nee, het was iets voor zijn sponsor en dingen, dus het was iets anders. Oké. Ja. Ik zag hem her en der in de media wel voorbij komen. Ik denk, misschien hebben jullie elkaar dan ook nog gezien. Groep 5B van de Arendstein, die vraagt, Tjurendi, wat is je allergrootste droom? Nu mijn allergrootste droom is nog een Olympische Spelen halen. Nog een Olympische Spelen halen. Nog één halen. Dan ben ik klaar met atletiek. En die nog één Olympische Spelen halen, dat zou dan zijn in Parijs in 2024. In 2024, ja. En waarom is dat voor jou zo'n grote droom om dat voor de zesde keer dan nog een keer te doen? Want niet veel mensen hebben het gedaan in sprinten. Dus dat is iets heel uniek. En ook dat ik op deze leeftijd nog steeds zo goed kan presteren. En dat iedereen ziet dat, kan zien dat leeftijd geen rol speelt. Het is gewoon je mindset, je traint hard, je haalt je doelen en je gaat ervoor. Dus dat wil ik laten zien. Kijk, en hoe lig je op schema? We liggen best goed. Nu is vakantie een beetje, dus dan ga ik oktober weer beginnen. Ja. Maar voor het volgende seizoen en in die seizoen kan ik ook veel punten halen qua kwalificatie of die tijd lopen voor kwalificatie voor Olympische Spelen. Dus het is een belangrijke seizoen, komt volgende jaar. Ja, en de limiettijden zijn al wel bekend in dat opzicht. Ze moeten ze wel nog uitbrengen, maar ik denk het is hetzelfde als vorige keer. Dus dan weet ik wel een beetje wat het is al. Ja. Ik zie nog een leuke vraag binnenkomen. Die ga ik zeker nog even stellen van de talentgroep 5-6. En die vraag, en dat is even terug over vrienden. Konden vrienden jou ook helpen als je problemen had? En hoe dan? Dat vind ik ook een hele leuke vraag nog. Als je goede vrienden hebt, zullen ze daar altijd, altijd zijn voor jou. In goed en in slechte tijden. Dus als iets niet goed gaat, dan kan je met een vriend praten. En dan krijg je feedback terug. Dan krijg je wat je kan doen. En van je vrienden. Dus dat is ook heel belangrijk. Dat je met je vrienden praat over je problemen. Dan kunnen hun je helpen. Dus dat is goed. Een goede vraag. Goede vraag. En altijd doen. Altijd je problemen brengen naar hun. En dan krijg je goede dingen terug. Wat je kan doen. Of een hulp, een hand. En dan kan je doorgaan. Eigenlijk is dat misschien ook wel wat we zeggen. Bij vrienden kan je in voor- en in tegenspoed. Als het leuk is, ben je vrienden. En ook als het minder is, kan je bij elkaar zijn. Ja. Zeker. Volgens mij is dat wel een hele mooie afsluiten zo richting deze uitzending. Als jij nog één ding mee wil geven aan de leerlingen. Wat zou dat mogen zijn, Tjurendi? Blijf jullie best doen. Laat niemand je zeggen dat je iets niet kan doen. Als je het echt wil, het is je droom. Schrijf het op papier. Blijf elke dag naar het kijken en werk hard naar het. Luister naar mama en papa, je vrouw, meneer. Ze weten heel veel. Hun kunnen ook van jullie leren. Dus stel vragen. Ook iets zeggen dat je denkt dat misschien is het zo. Want hun kunnen altijd van je leren. Ik zeg, je leert iets elke dag van iemand. En ervoor gaan. Ik ben trots op jullie. Blijf jullie best doen. Heel goed. Super wel, super bedankt Tjurendi. En heel veel succes richting de kwalificatie van de Spelen van Parijs. En wellicht zien we elkaar daarvoor nog een keertje. Hartelijk bedankt. Fijne dag. Dank jullie wel. Dank je wel. Ja jongens en meiden, juffen en meisjes. Dit was weer een aflevering van Sporting Klas. Volgende week zijn we er weer. En volgende week gaan we het over blijf bij de les hebben. En dat doen we met Marieke Keizer. Zij is roeister en zij heeft onwijs mooie prestaties geleverd. Europese kampioen, wereldkampioen, heeft een bronzen medaille gehaald met roeien. Maar daar ging iets ook niet helemaal goed. En daar gaan we het over hebben. Van hoe kan je nou zorgen dat je je aandacht erbij houdt? Superleuke uitzending. Tot volgende week donderdag om 9:30 zijn we er weer. Donderdag 29 september. Tot dan. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi.